Shalom, salam alaikum, ilaka alakin, aloha, namaste, Hare Krishna, Wingapo. Goedemorgen, avond of middag, wanneer deze video ook tegenkomt. Ik ga weer een video opnemen voor het collectief. Ik begin nu alvast te zeggen, voor ik het vergeet, het is voor het collectief, dus het kan niet voor iedereen, voor een zo groot mogelijk collectief, dus het kan niet voor iedereen even hard opgaan. Dus neem wat resoneert en de rest laat je liggen. Ik ben aan het twijfelen om een aantal dingen te zeggen. Ik heb mijn kaarten, zoals ik de vorige keer heb gezegd, ik heb kaarten voor mezelf getrokken. En daarin trek ik ook heel duidelijk dat ik... misschien ondergewaardeerd wordt voor het werk dat ik doe. Of dat de situatie daarop op wijst op dit moment. Jullie moeten weten dat dit mij heel veel tijd en energie en geld kost. Ik denk dat het vandaag weer... Ik denk dat ik iets van 11 kaarten of zo heb getrokken. Ik weet het niet zeker. Het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 decks. Maar er zijn verschillende... met meerdere kaarten uitgekomen. Dus dat wordt een hele lange video. Jullie moeten weten dat dat niet alleen voor mij heel veel tijd kost. Dus ik moet die video maken. Dan moet ik die video nog een keer herbezien om te kijken of ik dingen ben vergeten. En dat dan aanvullen in mijn beschrijving. Maar het duurt ook echt... Ik moet dat voorbereiden. Dus ik zeg niet dat ik het altijd perfect voorbereid. Maar toch, het kost me veel tijd. Om alles te lezen, zeker als er 80.000 decks zijn. En als ik bij een vriend ben en ik laat een video op YouTube op, dan is dat op 5 minuten gedaan. Maar als ik dat hier doe bij waar ik nu woon, dat kost gewoon letterlijk 2, 3, 4... Nou, 4 uur wil ik niet zeggen, maar 2, 3 uur kost dat gewoon. En het is echt een verschrikking hoeveel tijd ik daaraan kwijtraak en dat ik gewoon... Als ik een vrijdag mijn reading doe, het is maar één onnozele reading. En ik ben daar wel de hele dag aan kwijt. En ook die SD-kaarten die ik betaal om de dingen op te kunnen slaan op mijn gsm. Dat is ook hartstikke duur. En de kaarten, de decks die ik gebruik, ik ga dat nooit terugkrijgen. Ik steek daarin en dat is allemaal kwijt. Dus ik... Jullie moeten niet denken dat me dit een of ander iets oplevert. Tenminste niet op dit moment. Het enige wat ik doe is er heel veel tijd en energie en geld in steken. En ik ben dat gewoon allemaal kwijt. En meestal zeg ik mijn beste ideeën ook nog eens gratis. Dat iedereen ermee kan gaan lopen. En dat ik dat gewoon kwijt ben. Ik probeer echt naar mijn beste vermogen om jullie zo goed mogelijk te... begeleiden en ik probeer daarbij niet gierig te zijn en dingen voor me te houden, omdat ik denk van ja, heel af en toe doe ik dat toch. Dan denk ik van, het is niet zo heel erg belangrijk en het is gewoon leuk om te weten. Dan denk ik van, dat hou ik dan voor mezelf eens een keer. Bijvoorbeeld over predestinatie en vrije wil. Ik heb daar eigenlijk dingen voor liggen voor een video, maar ik kan dat toch niet achter een betaalde muur doen. En ik denk, dat is voor jullie niet echt belangrijk om te kunnen functioneren. En tegelijkertijd is het toch misschien interessant om te horen. Dus ik doe dat achter een betaalde muur. Maar ik geef heel veel... Ik geef alles gratis weg. Het kost me heel veel energie en tijd. Het kost me geld. En ik krijg er geen ene reet voor terug. Ik krijg er niet eens views voor terug. Hoeveel mensen zien zogenaamd mijn video? 5? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dus ja, ik wil niet zeggen dat ik... Ik wil me ook niet misbruikt voelen, laat me het zo zeggen. Of tenminste, de kaarten sporen me aan om te zeggen van, laat je je niet misbruiken. En ik weet ook niet wat ik hiermee moet doen met het feit dat ik dat nu zeg. Van, moet ik dan gaan stoppen met readings geven? Ik weet het niet. Het levert me geen ene reet op. Het kost me alleen maar.
krijg er niet eens likes voor op Facebook, laat me het zo zeggen. In het begin kreeg ik er nog wel eens een like. Ik krijg er niet eens likes voor. Niemand ziet het zogenaamd. Niemand reageert. Niemand, niks. En ik steek hier wel al mijn tijd en geld en energie in. En dat, terwijl, sorry dat ik het zeg, de meeste van jullie waarschijnlijk gewoon kunnen gaan lekker eten. Alles eten, vlees, vis, vleesvervanger, groenten, aardappelen, rijst, pasta, weet ik veel wat. Terwijl ik niet eens gewoon normaal kan eten. Ik bedoel, ik kan niet, als ik gewoon een dag de stad in ga en ik fiets een beetje rond en ik heb een beetje te veel rondgefietst, dan merk ik al van, hé, ik heb geen energie om rond te fietsen. Ik begin lichamelijk te lijden. Of als ik bijvoorbeeld in gehospitaliseerd ben en ik ga lopen, dan kan ik lopen, dan is alles in orde. Maar als ik dat thuis doe, als ik dat niet voldoende eet, dan valt mijn hele lichaam met elkaar als ik begin te lopen. Van, we hebben de energie niet om te lopen. Je mag niet gaan lopen, je hebt de energie niet. Dus ik kan niet eens normaal fatsoenlijk eten. Terwijl, ja, ik denk dat de meeste van jullie wel gewoon normaal kunnen eten. Terwijl ik niet eens normaal kan eten. En ik wilde dat toch eens gezegd hebben, ook omdat de kaarten zeggen dat ik daarover moet beginnen. Want ik doe alles maar gewoon gratis alsof het niks is, maar het is niet niks. Het kost me enorm veel tijd en energie om dat allemaal te doen. Dus ik hoop dan ook dat jullie de levenslessen dan echt ook opnemen en dat jullie zelf tot betere mensen maken. Want het kost me echt wel veel energie. Ik hoop dat er dat ten tenminste dan nog uitkomt. En ik weet niet of ik dat nu moet zeggen. De vorige keer mocht ik dat blijkbaar niet zeggen. Maar ik hoop dat ik een kerstviering kan doen. Ik heb iets voorbereid, maar ik weet niet of ik in de gelegenheid zal zijn om het te kunnen voortbrengen. Dus ik heb eigenlijk een kerstviering gemaakt. En ik hoop, ik zeg niet dat het me gaat lukken, ik hoop dat dat 24 december kerstavond om 6 uur Nederlands-Belgische tijd, dat het erop zal staan. Dus Brusselse of Amsterdamse tijd. Maar ik kan dat niet garanderen. Het kan ook zijn dat het gewoon dit jaar de eraan voorbij gaat. En dat er gewoon geen kerstviering is. Ik heb eigenlijk al weken iets liggen. Maar ik weet niet of het me lukt om het op te nemen. En ja. Laten we hopen dat het goed komt. Maar ik wilde dat toch gezegd hebben. Want het is niet vanzelfsprekend dat ik dit hier doe. Het zelfs gewoon, dit kost me mijn hele freaking vrijdag. Ik bedoel, als ik bij een vriend ben, ik laat deze video op binnen 5 minuten en het is gedaan. En ik laat 10.000 video's binnen een uur op. Maar als ik dat bij mij thuis doe, dat kost uren en uren de tijd. Dat kost echt uren. Ik heb jullie al eens gezegd, als ik een video van zeg maar 60 minuten opneem, dan doet hij de 90 minuten over om gewoon op te laden. Dan moet hij ook nog eens in HD opladen, wat ook ongeveer 90 of 120 minuten kost. En dan moet hij nog eens gaan alles checken en weet ik veel wat. Dat is gewoon niet te doen. Dat is gewoon niet te doen. Terwijl bij iemand anders, als ik dat bij iemand anders thuis kon doen, dat kan ik nu niet, anders zou ik dat gedaan hebben. Dan kost dat 5 minuten en dan is het erop. Maar bij mij, als ik dat hier doe, is dat een hele 10-jarige plan. Dat gezegd zijn, ik ga eraan beginnen. Ik denk dat ik jullie een voorproeven ga geven van wat de uiteindelijke boodschap gaat zijn. Omdat het, als jullie dat helemaal tot het einde moeten wachten om te horen van hoe ik het allemaal tot aan elkaar knutsel. Dus ik denk dat ik kaarten heb getrokken. Ik doe dat uit mijn hoofd. Dus ik heb niet alles 10 keer herhaald. Ik heb kaarten getrokken over een tweelingziel ontmoeten. En ik heb kaarten getrokken over... ik zeg niet dat ik het nu goed ga zeggen. Maar laat me het zo zeggen wat ik denk dat de boodschap is. Dus ik denk dat jullie misschien jullie tweelingziel gaan ontmoeten. Of willen gaan ontmoeten. En opdat jullie die gaan ontmoeten, moeten jullie eerst jullie zelf vinden.
Je moet eerst heel zijn in jezelf voordat je iemand anders buiten jezelf kunt aantrekken. En die kaarten die ik heb getrokken, die gaan erover hoe je heel in jezelf kunt worden. En heel in jezelf kunnen worden begint met je schaduw aanvaarden, dus zoals je niet wil gezien worden. En aanvaarden dat mensen je zien op een manier die je misschien liever niet hebt, maar dat je daardoor onvoorwaardelijk van jezelf leert houden. Dat je je persona, de masker naar de wereld, dat je dat lossen kan laten bijvoorbeeld. Je aanvaardt dat je als pessimist wordt gezien, terwijl je dat niet graag hebt. En je laat los dat je als optimist gezien wordt. Waardoor je zogenaamd beter of weet ik veel wat kan zijn dan andere mensen. En als je dat kan doen, dan word je heel in jezelf. En dan vind je liefde in jezelf. Dan als jij jezelf kan aanvaarden wat andere mensen ook zeggen, dan vind je de liefde in jezelf. Dan gaan die schellen van jouw ziel af. Of zoals de Soefies zeggen, de sluiers van de ziel. Waardoor je geen contact hebt met je goddelijke ik. En als die sluiers eraf gaan, dan voel je weer liefde voor jezelf. Dan kun je jezelf beter aanvaarden en dan voel jij je gewoon beter. En dan is hetgene die er bijkomt, is een aanvulling in plaats van, of ik zeg het, hoe zeg je dat nu ook weer zo heel mooi? Dan is het de aanvulling in plaats van, of een aanvulling in plaats van een invulling, of hoe zeg je dat? In ieder geval, je kunt een C hebben en dat je twee C's maken dan een O, maar dat is dus niet de bedoeling. Het is beter dat je twee O's bent en, mijn raam ging open. En dat twee O's extra elkaar kracht bijzetten. Dus dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Ik ben even aan het denken of ik nog. Ik denk dat een van de eerste boodschappen is van. Er komt iemand aan. Maak vrede met andere mensen. Dat is eigenlijk de eerste kaart. Ik dacht Sophia. Maar om contact met andere mensen te leggen, of het nu je tweelingziel is of wie dan ook, moet je eerst heel worden in jezelf. Je kunt mensen maar ontmoeten naar de mate dat je jezelf ontmoet hebt. Dus als jij bijvoorbeeld iets niet in jezelf kan aanvaarden, dan ga je dat ook niet bij iemand anders kunnen aanvaarden. En als je iets bij jezelf onder ogen hebt kunnen zien, dan ga je dat ook beter in een relatie naar iemand anders kunnen doen. Je kunt iemand, zoals we in de therapie zeggen, je kunt iemand niet verder brengen dan jezelf staat. En je kunt iemand niet ontmoeten meer dan dat jij jezelf ontmoet hebt. Oké, ik ga eraan beginnen. Het eerste dek dat ik heb getrokken is de wijsheid van Maria Magdalena van Toni Carmine Salerno. De eerste kaart die ik heb getrokken is Sophia. Iemand die u na aan het hart ligt, heeft op dit moment behoefte aan uw liefde en steun. Misschien zelfs aan uw vergeving. Schuif alle recente onenigheden aan de kant. Laat het allemaal los en maak het goed met elkaar. Diep van binnen weten jullie allebei dat jullie van elkaar houden. Het leven is te kort om tijd te verspillen. Neem een liefdevolle houding aan, want liefde zal alles helen. Eerbiedig en respecteer elkaars verschillen. En individualiteit is heilig. De individualiteit is heilig. U bent beide prachtige mensen. Een wereld van onbeperkte mogelijkheden en voldoening wacht op u en dat kunt u bereiken door liefde en vergiffenis. Het tweede dek, de chakra van je hart, van Isabelle Kerf en Wild Amanda. Ik heb daar twee kaarten uitgetrokken. De eerste is verplaatsing en geografische afstand, de 15e van de volgende maand. De gidsen vertellen je dat je tweelingziel niet bij jou in de buurt woont of dat ze veel reist. In ieder geval is er een geografische afstand tussen jullie. Maar dat vormt geen probleem voor de relatie.
Daardoor kunnen jullie de tijd nemen om elkaar te leren kennen en een relatie op te bouwen. Als je iemand hebt leren kennen die vlakbij woont en niet veel reist, is dat niet jouw tweelingziel. Ah ja, ik vergeet eigenlijk dat ik iets in mijn introductie niet heb gezegd. De beste methode om eenzaamheid tegen te gaan is vrienden sluiten met je hogere zelf. Naarmate jij jezelf meer aanvaardt, ondanks wat andere mensen zeggen, ga jij je minder eenzaam voelen, wat de situatie ook is. Want er zijn heel veel mensen, en hoe noemt hij ook weer? Henry Nouwen zegt het onder andere heel mooi. Er zijn heel veel mensen die in huwelijken zitten, die zich hartstikke eenzaam voelen. En die zichzelf proberen te overroepen van dat ze niet eenzaam zijn omdat ze in dat huwelijk zitten of in allerlei relaties vluchten, terwijl ze hartstikke eenzaam zijn. Naarmate jij meer vrienden met jezelf kunt zijn en jezelf kunt aanvaarden wat andere mensen ook zeggen en dat jij die sluiers van de ziel aflegt, waardoor je contact hebt met je goddelijke zelf, ga jij je beter voelen of je nu wel of niet mensen om je heen hebt. Dan gaat dat minder van belang zijn of mensen om je heen zijn om je goed te kunnen voelen. Als je iemand hebt leren kennen die vlakbij woont en niet veel reist, is dat niet jouw tweelingziel. Maar iemand die op jouw weg komt om je te helpen de laatste stap te zetten, zodat je klaar bent voor de grote ontmoeting waar je naar verlangt. Want je weet dat geen enkele ontmoeting toevallig is. Er zullen in ieder geval verplaatsingen komen voor je gevoelsleven, want jullie gaan samen bewegen. Een van jullie beiden of jullie allebei zijn gepassioneerd door reizen en het ontdekken van nieuwe horizonten. Als je gaat verhuizen om de relatie met je tweelingziel waar te maken, zal alles vlot verlopen. Je gevoelsleven voert je naar nieuwe plaatsen, ver van je huidige thuis. Datum: de 15e van de volgende maand. Zoals ik normaal gesproken altijd zeg, ik trek die kaarten voor advies en niet voor datering. Dus dan moet je die datering met een korrel zout nemen. Maar de tweede kaart die ik heb getrokken, die zegt dat er over 3 weken denk ik iets gebeurt. En over 3 weken is het ongeveer de 15e van de volgende maand. Dus wie weet dat het dan toch van belang kan zijn. Er zijn 2 kaarten die dezelfde datum ongeveer zeggen. De gidsen weten dat je wacht op iets dat belangrijk is voor je gevoelsleven. Ze weten heel goed dat je wacht op een verandering, zoals nieuws van iemand die van je houdt of een ontmoeting en dat je diep van binnen voelt dat er iets positiefs aan het gebeuren is. Ze vertellen je dat ze er stiekem voor proberen te zorgen dat alles goed komt en ze vertellen je dat er vanaf de 15e van de volgende maand schot in de zaken zal komen. Dan kom je in de energie van vernieuwing. Ze vertellen je dat in het begin nog zal aarzelen, maar ze brengen je in een nieuwe, weldadige energie. Voor die datum zal je 2 belangrijke tekens krijgen. Daardoor kan je met vertrouwen naar je emotionele toekomst kijken. Maar pas vanaf de 15e van de volgende maand worden de verwachtingen van je hart ingelost. De kaart die ik dan heb getrokken is man, vrouw met bruin haar. Ik weet niet waarom ik die altijd trek en waarom nooit de man, vrouw met blond haar. Die bestaat ook. En 3 weken staat er dus. Een man of vrouw met bruin haar zal een heel grote rol spelen in je gevoelsleven of doet dat nu al. Je gidsen vertellen je dat een persoon met bruin haar iets te maken zal hebben met veranderingen waardoor alles goed komt. Het kan zijn dat je een man of vrouw met bruin haar gaat ontmoeten of dat hij of zij je gaat helpen om je gevoelsleven verder te laten ontwikkelen. Het is iemand op wie je helemaal kan vertrouwen en die een nieuwe deur van je hartchakra zal openen. Het kan ook iemand zijn die je hart opent of iemand die je helpt om het te openen of conflicten in je gevoelsleven op te lossen. Er gaan nieuwe dingen gebeuren in je gevoelsleven en daar staat je heel veel geluk te wachten. Datum: 3 weken. Je gidsen vertellen je dat je verwachtingen die je hebt voor je gevoelsleven over 3 weken waarheid worden. In die periode komt alles waar je naar verlangt in de vorm van tekens of concrete gebeurtenissen. Maar de echte vervulling van je verlangens komt over 3 weken. Over minder dan een maand krijg je uitstekend nieuws of nieuwe kansen. Neem dus de tijd om jezelf te beschermen, vertrouwen te hebben en los te laten.
Er staat je gevoelsleven prachtige verrassingen te wachten. Aldus dit dek. Dan weer het tarot van het goede van Colette Baron Reid. Daar heb ik de koning van water getrokken. Mededogen, emotionele veiligheid, generositeit, zelfliefde en zelfzorg heler. Ik zit goed in mijn vel. Ik hou van mezelf. Koester mezelf en zorg goed voor mezelf. Ik ben mijn eigen beste vriend. Mijn relaties met anderen weerspiegelen mijn rotsvaste overtuiging dat ik altijd liefde en respect verdien. Ik genees mezelf zodat ik de verandering kan zijn die ik wil zien in de wereld. Zodat mijn mededogen anderen kan inspireren. Ja, ik heb daar al vaker video's over gemaakt. Hoe de verandering in jezelf de wereld kan veranderen. Dus ik ga dat nu niet doen. Nu niet erop ingaan. Maar ik denk dat dit is eigenlijk wel een beetje de key. Of de speel van de reading. Dus je zit hier. Dus wanneer jij je schaduw aanvaardt en weet ik veel wat en zo. En jezelf probeert omhoog te werken. Dus spiritueel gezien. Dan is dat niet alleen van belang voor de wereld. Het is belang voor je relaties. Het is belang dat andere mensen jou beter gaan behandelen. Het is van belang dat je andere mensen beter aantrekt. Dus dat je eindelijk bijvoorbeeld je tweelingziel gaat aantrekken. Dat is normaal gesproken een voorwaarde dat je voldoende van jezelf houdt en dat je voldoende zelfstandig bent dat je dat kunt. Dan heb ik een deck waar ik twee kaarten uit heb getrokken en dat is veel lezen en het is in het Engels. Divine Circus Oracle van Elena Fairchild. De eerste kaart die ik heb getrokken is Supernova nummer 8. Something in you needs to be unleashed. This is not quiet and steady growth, but more like a wild explosion of creative energy and sacred fire. The sparks your rapid growth will create shall ignite your body, mind and soul, inspiring you to expand even beyond what you believe is possible. Your light will shine far and wide. You cannot control it, but you can trust it. Als ik dit oracle hoor, is het eerste beeld wat gewoon in mijn hoofd opkomt. Ene van Facebook. Waarin gezegd wordt dat een pijl veel naar achteren wordt getrokken. Om dan uiteindelijk naar voren gelanceerd te worden. Dus soms haalt het leven je naar achteren en dan gaat het slecht. Maar dat is om je uiteindelijk te doen vliegen in de toekomst, in een betere toekomst. A rocket is capable of traveling far and with great power and speed, before settling into an effortless orbit far beyond the world in which it began its journey. To launch, however, requires power. A quiet and contained power is not appropriate for the task. A raw and explosive force is needed to propel the rocket from the known world of Earth towards its destination orbit in space. The oracle of supernova indicates a time of rapid growth, so accelerated and powerful that it can feel like an explosion, as if you were the rocket being launched into space. It tends to be of high intensity but short duration. While this is a positive thing, it can cause shockwaves and disrupting patterns and creating feelings of instability and even uncertainty as your world starts to change in ways you don't feel are within your personal control. You may feel like there is a powerful momentum moving you out of what your life has been towards some new unknown destiny.
As it moves from the dramatic force of the launch towards the eventual peace of an effortless orbit, the rocket will jettison the very thing needed to get the journey started. This isn't about disposing of the essentials, the people and things that really mean something to your heart, but rather about letting go of old attitudes, ideas, ways of being and attachment to allow for utter freedom to ascend. Ik wil niet zeggen dat het me altijd goed doordringt wat ik allemaal heb gelezen. Het is een beetje veel, zoals ik wel vaker zeg. Maar ik heb gezegd van die pijl die naar achteren wordt getrokken. Maar het is vaak wanneer we naar achteren worden getrokken in negatieve situaties, dat we moeten leren onze schaduw onder ogen te zien. En dat we dus oude manieren van handelen en gewoontes en weet ik veel, dat we die moeten loslaten om eigenlijk vooruit te geraken. En ik wilde dat gewoon gezegd hebben. Dus je wordt naar achter getrokken in iets negatiefs, waardoor je eigenlijk bijvoorbeeld ik kom in een negatieve situatie. Ik kom bijvoorbeeld in de psychiatrie terecht. En dan word ik naar achter getrokken door de situatie waardoor ik mij minder waardig voel. En daardoor moet ik bijvoorbeeld onder ogen gaan zien van hoe kijk ik naar mezelf. Misschien heb ik altijd willen excelleren door heel psychisch gezond te zijn. En heel slim en wijs en weet ik veel wat en zo. En vooral door dat ik dat wilde dat andere mensen me zo zagen. En als ik dan in die situatie terechtkom, dan moet ik dat leren loslaten. En dan moet ik leren houden van mezelf. Ook al zien mensen mij niet als wijs en psychisch gezond en weet ik veel wat. En dus dat je ziet dat je daarin dus oude dingen, dat ik dat bijvoorbeeld altijd op een bepaalde manier gezien wilde worden, dat ik dat dan bijvoorbeeld moet loslaten. En dat die pijl die wordt naar achteren getrokken in de negatieve situaties. Waardoor ik oude dingen, oude lasten, zeg maar, je kent dan wel het idee van hoe noemen ze dat? Een ballonvaart? Hoe noem je dat? Dus je zit in een ballon en dan moet je dingen overboord zetten om eigenlijk omhoog te kunnen stijgen. After the intensity of the birth, the effortlessness of your orbit into a new world will require a different attitude. What you needed to begin your journey, to start a new venture or lifestyle, will be different to what is required to continue on your life journey. You need to trust in what is happening at all points on your journey. Don't hold on to support system, belief system or way of being or out of fear. Sometimes it's just time to let it go because it's not relevant for your journey anymore. If you try to hold on, you will actually just be holding yourself back. When the times come to let go, you'll feel it. People or situations will not be able to reach you or you them, even if you are making an effort to try and stay connected. Previous support systems and connections won't be able to support you anymore on the next steps of your journey. It's like there are training wheels that are no longer needed. They would just get in the way. So you have gratitude for what was, and with love you let it go. The Oracle of Supernova reminds you that after the intensity of the birth, there's another birth of sorts. The settling into a new pattern of life at the higher altitude. With more peace, effortlessness and consciousness. Each phase happens naturally and you'll feel when and how to respond to each phase in your life as you trust yourself. Nu denk ik opeens aan iets anders wat eigenlijk helemaal niet van belang is. Maar meestal lig ik ook veel te laat in mijn bed op mijn vrijdag. Omdat ik gewoon te veel tijd nodig heb voor deze video. En dan ben ik de volgende dag moe omdat ik niet op tijd in bed ben gaan liggen. Healing trick. To help you take the wisdom offered and put it to the best use in your life now. Do this healing trick to clear obstacles to put this guidance into place. Hoe laat is het? Ah ja. Play or make some music that feels full of energy.
You might want to clap your hands, dance, sing, and bang pots or pans along with the music that flows. Let it be as noisy, alive, and free as it can be. When you feel you've had enough of that, become quiet and rest, close your eyes. Visualize, imagine, feel, or pretend that you are you as you, that you as you relax, you are one with the whole universe. You are vast and black and filled with stars. Inside you, there is a beautiful star exploding into light. It is far away, and yet it creates so much light that for several moments the entire universe is filled with light. Just watch it happen. When you are ready, you say, "My supernova soul expands into brilliant life. I surrender completely and allow the loving hand of the universe to hold me safe during my rapid expansion into the next phase of my divine destiny. I relax into the process and all unfolds beautifully. You have finished your healing trick." Affirmation. Say the following affirmation aloud to push the power of this message and to integrate it into your body, mind, and soul. You can say it morning and or evening for a few days or even a few months, or just at the end of your healing trick. Love erupts through me in an explosive wave of sound and light. Peace is created as the way is cleared for me through an immediate success. Dan is de volgende kaart die ik heb getrokken is, ik ga het even censureren, want ik weet dat sommige readers daar problemen mee hebben. Het is naakt. Rare, raw, real staat er. 42. There's a unique beauty in you that wants to shine through. It is different and might not be pretty, neat and tidy. And you might even feel vulnerable about sharing this real, unveiled you with the world. Do it anyway because the world wants to love you. The rare, raw and real you. It's time to peel back the layers and unearth the real you. Naked, vulnerable, real and beautiful. With every layer of hiding and protection removed, you'll encounter whatever it was that caused that layer of self-protection to be built up in the first place. Maybe a sense of shame, fear, hate, anger or doubt. These feelings might seem so confronting that you'll wonder if they are a sign to back off. If you can affirm your love for yourself and a willingness to be patient whilst you become ready to be known and seen and loved for who you are underneath those layers of pain, then you'll find it easier to let them fall away. As this happens, there will be a revelation of a raw, rare and real you that you didn't even know was there. So pure, so powerful, so precious. The inner light of you will shine through like a lantern, suddenly illuminated with the radiance of your lighting up the dark. Revealing the true you isn't about exhibitionism or putting yourself on display. Someone could walk naked on a beach, completely comfortable with their physical appearance, and yet not be in touch with the true beauty of their soul, their radiance dulled, and their authenticity a mystery even to them. The oracle of the rare, raw, real comes to you if you are one of those special ones capable of dropping the defensive posture of perfection, of holding genuine compassion and goodwill towards yourself and others, with the willingness to be shown who you really are, rather than reacting with fear to being judged. You choose to treat this revealed self as precious divine creature to be loved and nurtured into full aliveness. In being brave enough to do this, you help empower others to be their true selves as well. To be less afraid of what makes them different, to embrace their uniqueness and feel the divine dignity that is rightfully ours
When we choose to simply be who we are. Ik ga even kijken of ik nog weet wat er ongeveer in staat. Dus vaak wanneer wij pijn, schaamte, boosheid of schuld bijvoorbeeld voelen, dan beginnen wij een masker te dragen. Dan werpen we een façade op, waardoor we die gevoelens niet meer moeten voelen. Bijvoorbeeld als je een huilbaby bent en je moeder zegt van huil toch niet zo eens. Wees eens een flink meisje of een flinke jongen. Dan ga je denken van ik moet altijd sterk zijn. En dan begin je te denken dat je zo naar de wereld over moet komen. En onder die gevoelens van schaamte bijvoorbeeld liggen dus gevoelens van dingen van wat je niet zou willen zijn. Dus je schaduw. En wanneer jij die kunt leren aanvaarden, die gevoelens die daaronder liggen, dan kom je terug bij jezelf. Dan word je weer heel. En dan is het gemakkelijker om van jezelf te houden, wat mensen ook zeggen. Even kijken, wat stond er nog meer in? Ik weet het niet meer. Ja, dus je moet het defensieve voordoen van dat je perfect bent moeten kunnen laten vallen. Dus je moet kunnen toegeven van kijk, ik ben eigenlijk niet perfect. Nu opeens denk ik aan iets anders. Sorry, nu denk ik aan het feit dat Lori Lett geen video heeft gemaakt deze week. Volgende week dinsdag is er normaal gesproken een. En dus dan hoop ik dat ik daar commentaar op kan geven. En ik denk daar dus aan op het moment dat ik zeg dat je perfectionisme moet kunnen laten vallen. Dus dat is wel heel erg typisch dat ik daar op dat moment aan denk. Het is heel erg gemakkelijk om geliefd te zijn als je denkt dat je perfect bent. Maar als jij je niet perfect voelt en onaf en kwetsbaar, dan is het veel moeilijker om van jezelf te houden wat anderen ook allemaal zeggen. Ik denk dat, hoe zei die dat nu? Brainpower, dat is een Nederlandse rapper. Die zei van, hou jij van jou als jij nergens staat? Hij zei dat in een liedje One Mike, wat eigenlijk een liedje is van Nas. En hij had daar een remake van gemaakt. En hij zei daarin van, hou jij van jou als jij nergens staat? En dat, ik denk dat dat de key vraag is. Want we kunnen allemaal zeggen, oh ik hou van mezelf. Oh ik kan mezelf aanvaarden. Maar als jij denkt dat je perfect bent en je kunt al je rollen goed vervullen, dan is het geen kunst om jezelf te aanvaarden. Als jij het gevoel hebt dat mensen je uitlachen en weet ik veel wat pesten en weet ik veel wat, dan is het veel moeilijker om jezelf te aanvaarden. Healing trick. To help you take the wisdom offered and put it to the best use in your life. Now do this healing trick to clear obstacles to putting this guidance into place. Ik zou jullie zeggen, het is een hele lange healing trick, dus het gaat heel veel lezen zijn. Say this chant aloud or sing it if you wish. Strange beauty, raw, rare and real. My authentic self I now reveal. Now you are going to create a truly unique creature in your imagination. And if you are feeling particularly daring, you can act it out too. Say out loud, I have the wings of freedom. What do your wings look and feel like? Are they heavy or light? Are they powerful? Are they like a butterfly, an angel, a bird, a dragonfly or an aeroplane? Can you practice flying with your wings, perhaps by running around the lounge room for a moment in full flight? Say aloud, I have the heart of courage. What does your heart look and feel like? Does it have a color? Does it have a particular rhythm and as it beats? Does it look like a heart or a lion or a rampaging river or a galaxy? Or is it a perfect ruby or a massive planet? Say out loud, I have the feet of an adventurer. What do your feet look like and feel like? Are they your human feet or are they the hooves of a wild brumby? The booted feet of an antiped explorer. The graceful and strong feet of a ballerina. The bare feet of a dancing gypsy or the powerful tail of a mermaid.
Let your feet move freely in the way they want to move. A gallop of a horse, gallop of a horse. The dance of a gypsy, the firm steps of an explorer. Say out loud, I have the voice of the soul. What does your voice feel and sound like? Is it like a bold bird call piercing through the air? Is it like the roar of a lion upon the African plain? Or the deep sonic resonance of whale songs in the depth of the ocean? Is it like the crystal shattering voice of a diva soprano or the whispering of Mother Nature on the gentle breeze? Perhaps you use your voice and let it express its true nature in this moment. What sort of sound does your true soul voice wants to express? Say aloud, I am a creature unique and proud of all that I am. I am that rare, raw and real, strangely beautiful and beautiful strange, beautifully strange. My quirks and oddities, the part that don't fit neatly in, are part of what makes me special. You have finished your healing trick. Dus de dingen die jou apart maken en die een beetje raar maken en zo, dat zijn echt de dingen die jou speciaal maken. Say the following affirmation aloud to boost the power of this message and integrate it into your body, mind and soul. You can say it morning and or evening for a few days or a few months. Or just at the end of your healing trick. Raw, rare and real, my true self I gracefully reveal. Dan heb ik een kaart getrokken van Kyle Gray, Gateway of Light Activation. Ik heb de kaart getrokken, The Sacred Inner Space, Sacral Chakra, Tenderness, Sensuality. The Sacral Chakra is found below the belly button and is the energetic space that governs our reproductive system and all forms of expression connected to it. Everything from our sexuality to our capacity to express the tender, more sacred parts of ourselves is connected to this chakra. It is governed by water and so it helps us move with the flow of life in order to express our most authentic self. This card transports us to the sacred inner space. It shows an inner temple with flowing water and lots of color, soft colors coming from a blooming lotus. This encourages us to see that our sacred parts are beautiful, energetic gateways through which we can express and manifest pure life force. Connect. Visualize a drop of divine light from the heart of the universe washing over and through your genitals. Reconnect with the energetic space and recognize that it is a space of divine power. Your message. You are being guided to the gateway of your sacred self. This is an opportunity to recognize that the more tender and vulnerable aspects of your being hold keys to the great power. Honor the sacred within. Reclaim any parts of yourself that you have disconnected from or abandoned. Ja, ze zeggen dat heel vaak. Ik zeg niet dat ik daar iets zinnigs over te zeggen heb, maar ze zeggen heel vaak dat je zielsdelen kwijt kan geraken. Als je bijvoorbeeld verkracht bent op straat of zo, dan zit je zieldeel bij de mening van andere mensen. Dat je een hoer bent, weet ik veel wat en zo. En dan als je dan je kracht terugneemt en je probeert los te laten wat andere mensen denken, dan nemen dat zielsdeel weer terug. En zo zijn er heel veel dingen die gebeuren waardoor er eigenlijk delen van onze ziel, zeg maar, verspreid geraken over wat andere mensen denken en doen. En dat we denken van, oké, ik mag niet mezelf zijn. Of als bijvoorbeeld, zoals ik al zei, ik weet niet welk voorbeeld ik precies had gegeven, maar als jouw moeder... Als jouw moeder boos op je wordt omdat je een huilbaby bent, dan blijft dat stukje huilbaby bij haar liggen. Zo van, ik mag daar niet zijn. Ik raak mijn stukje zelf van huilbaby te mogen zijn, raak ik kwijt. En als je dat terugneemt, dan kun je weer zeggen van, ja, ik mag gewoon een huilbaby zijn. Het maakt me niet uit wat andere mensen denken. Als ik wil huilen, dan huil ik.
En als die moeder heel kwaad werd, dan zat dat stukje ziel bij haar, zeg maar, in plaats van bij jouzelf. Ik weet niet of het duidelijk maakt. Reclaim any part of yourself that you have disconnected from or abandoned. If you want to experience more love and belonging, look within. There's a huge lesson in finding love within yourself. Realize that false narratives have been floating around your energetic field. Stories that have discouraged you from expressing yourself. You may even have been lied to and told you aren't beautiful. This card is here to remind you that you are beautiful and more importantly, you can create beauty in the world. We recognize that you hold the power of the universe within and you'll find your flow, sorry. En het laatste deck, maar ik heb daar verschillende kaarten uitgetrokken. Ik denk vier. Hoogsensitief van Sunny Ablass-Smit. En nu moet ik eigenlijk mijn agenda voor de juiste volgorde. Ik zeg niet dat dat van belang is. Ik heb eerst kaart 19 getrokken. Of die kwam in die volgorde eruit. Kaart 19, durf jij stil te zijn? Ik denk dat al die kaarten die ik nu trek, dat dat van belang is om bij jezelf te kunnen komen. En hoe je dus jouw tweelingziel kunt aantrekken of welke relatie dan ook. We reizen meer door in een tijd waarin iedereen druk, druk, druk is. Voor veel HSP'ers, dus hoogsensitieve personen, is het heel lastig en het geeft ze het gevoel dat ze niet in deze maatschappij thuis horen. Wat gebeurt er als je even stil zou staan? Wat hoor je als je stil bent? Wat voel je als je stil bent? Juist in de stilte is er ruimte voor antwoorden. Plan deze week eens bewust een paar momenten in dat je stil bent. Even alleen met jezelf. Kaart 33. Wie zorgt er voor jou? Zorgzaamheid is een van de vele mooie eigenschappen van HSP'ers. Sommige HSP'ers vergeten echter dat er een balans mag zijn tussen geven en nemen. Dus dat kan ook gewoon een persona en een schaduw zijn. Bijvoorbeeld, het is je schaduw om te nemen en je persona om te geven. Soms is het nodig dat iemand voor jou zorgt. Dat is dan bijvoorbeeld een schaduwaspect. Ik denk dan aan wat iemand, wie was dat nu? Ik denk Brené Brown, ik weet het niet zeker, die dat heeft gezegd en ik vond het heel waar. Bijvoorbeeld over mensen die therapie geven. Als jij zelf geen hulp kan aanvaarden, dan kun jij ook niet iemand anders hulp geven zonder die te veroordelen. En ik denk dat dat heel erg waar is. Heel veel mensen, therapeuten, hulpverleners willen hulp geven, maar die veroordelen anderen als ze zelf veroordelen anderen als ze hulp krijgen op een subtiele manier. Want als zij zelf in die situatie zouden zitten, zouden ze zichzelf subtiel veroordelen. Je kunt niet blijven geven als je eigenlijk niets meer hebt om te geven. Zoals ze dat zeggen, Tissue Boy Jay zegt dat heel vaak. Van een lege zaklamp kan niet schijnen of zoiets. Zorg daarom eerst goed voor jezelf, zodat je daarna goed voor een ander kunt zorgen. Kaart 6. Wat draag jij met je mee en wat mag je loslaten? Loslaten klinkt eenvoudig, maar het is zo moeilijk en dat klopt. Hoe meer je je best doet om iets los te laten, hoe meer je het vasthoudt. Elke keer dat je denkt, laat dat nou los, ik wil daar niet aan denken, ik mag daar niet aan denken, wordt het groter. Denk maar aan het mooie voorbeeld dat we allemaal in psychologie leren. Als jij denkt van, ik mag niet aan roze olifantjes denken, dan ga je juist aan roze olifantjes denken. In hoeverre accepteer je dat iets je bezighoudt? Mag iets je bezighouden of heb je daar een oordeel over? Daar ligt al vaak een sleutel om iets los te kunnen laten. Als wij een oordeel over hebben, dan als we denken van, oh, ik mag niet aan roze olifantjes denken, dan ga je er juist aan denken. Maar als je denkt van, kan mij dat nu schelen of ik nou aan roze olifantjes denk of niet, dan denk je daar ook veel minder aan. Kaart 32. Wat zijn je dromen? Dat is de laatste kaart. Heb je dromen, maar zie je door je hoogsensitieve brein alleen maar beren op de weg? Het hoogsensitieve brein plaatst alles in een groter geheel. Schat de risico's en kansen in,
houdt rekening met de belangen van anderen en gaat zo op zoek naar de beste optie. Dat HSP'ers op deze manier alles analyseren is natuurlijk een fantastische gave, maar het is tegelijkertijd een valkuil. Denk daarom in kleine stapjes. Wat zou je vandaag kunnen doen om je dromen waar te kunnen maken? Oké, mensen, dat is het. Ik heb eigenlijk al gezegd wat het framework is. Dus het framework is als je een relatie wilt aantrekken, vriendschap, tweelingziel, soulmate, weet ik veel wat. Dan is het vaak erg belangrijk dat je eerst heel bent in jezelf. En heel zijn in jezelf, dat doe je door je schaduwkanten aanvaarden. En het kan zijn dat je relaties, dat hoeft niet per se met je tweelingziel te zijn, maar dat mag met je tweelingziel zijn, gaan verbeteren naarmate jij heel erg bent in jezelf. Want je kunt, naarmate je jezelf kunt ontmoeten, kun je ook de ander ontmoeten. Ik zeg het niet helemaal perfect, maar jullie begrijpen het wel. Oké, ik hoop jullie binnen een paar dagen nog te zien. Niet te zien, jullie gaan mij niet zien, want het gaat dan weer een podcast worden als het doorgaat. En anders hopelijk tot volgende week. Oké, namaste, Anna.